wrong. Shit. Still. I told you before, their eyes should be blue. It's my turn, Eddie. I can do whatever I want. But you don't even know how to play properly. Girls don't know enough about zombies. What's the choice of me, children? Make sure the windows are locked before you come down to the basement. You'd better do what your dad says. I didn't even get my turn. Tomorrow, Eddie. You get to make just first try, yeah? I promise. Fucking shit. Come on, Fluffy. Ja, 3,5 uur. Wat fuck, maar besef hoe erg we het verneukt al in het midden. Ja, als het mijn internet niet zo fucking. Gast, heel wipe dit. Best wel een easy easter egg eigenlijk, zeker die laatste stap. Was dat heel de cutscene? Ik dacht dat die echt veel langer duurde, die cutscene. Zo, fucking lijp, gast. Gast, lijp! Jezus. 10 downs. Ik had het goed geklutst, hè, toen jullie allebei down gingen. Ja, inderdaad. Zo, lekker gedaan, boys. Dat is echt lijp, man. Dit was echt fucking ziek. Dit is mijn allereerste ding ooit, gast. Maar dit is ook de enige van Black Ops 2 met een cutscene, hè? Dus nu moeten we eigenlijk alleen Black Ops... Deze cutscene was super kort. Hey, maar beter gaan we nu alle Black Ops 1 Easter Egg, of Black Ops 3 Easter Eggs doen. Mhm. Maar ik moet ook nog Setsubou doen, man. Ja, en de Reisendracht, toch? Ja, Reisendracht wil ik eigenlijk eerst doen. Ik heb er ook 3, man. Lekker gedaan, boys. Lekker. Ik ben trots op jullie. Ik denk dat ik niet lekker kan slapen omdat ik altijd zo hype. Ik ga de... ook eentje doen. Ik ga ook voor de good luck. Nog een keer met 2 liquid divinium. Beter krijg ik even weer Perkoholics, want die ben ik allemaal kwijt. Ik krijg nu een Perkoholic weer. Kom op, Perkoholic keer 2 booster. Oh, wall power, ook goed. Ah, ik heb echt kut. Kut gekregen. Ja. Yes. Latte. Latte. Ik ga er ook vandoor tissen. Latte tissen.